Ik groeide op in een gezin waar altijd veel jeugdhulp was. Maar ik weet ook dat veel jeugdhulp niet automatisch betekent dat dat ook goed is. Ik miste in die jaren vooral een knuffel en die kreeg ik niet van mijn ouders en ook niet van mijn hulpverlener. Als ik denk aan de tijd met mijn gezinsvoogd of onze gezinsvoogd, dan denk ik vooral aan het persoonlijke contact wat ik heb gemist in die tijd. En dat heeft er uiteindelijk zelfs voor gezorgd dat ik uit huis ben geplaatst. En het enige wat er meer nodig was, was tijd. En tijd, dat is geld. Voor de komende 4 jaar hoop ik vooral dat gemeenten zelf binnen de jeugdhulpverlening mee gaan lopen en een soort undercover boss kunnen zijn. Dan kunnen ze zelf zien hoe belangrijk de jeugdhulpverlening is en wat er allemaal nodig is.